Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebouw en dit kanaal gaat over strips, comics en geeky dingen. Like en subscribe en deel de video's als je ze leuk vindt. Ik wou je dit even kort laten zien. Dit is de nieuwe Eppo en er staat een previewtje in van het nieuwe Franka verhaal door Henk Kuipers. Het wordt alweer het 25ste avontuur van Franka en het begint dus met deze openingsplaat van Amsterdam. En ik vond het wel leuk om even te laten zien. Want ik weet dat er mensen onder jullie zijn die erg fan zijn van Henk Kuipers en tekenstijl. En ik vind het wel leuk dat hij heel veel fotoreferentiemateriaal altijd verzamelt om de achtergronden zo accuraat mogelijk te krijgen. Het heet Gratis Goud, het nieuwe album, het nieuwe verhaal. En hier gaat Franka naar AI toe, naar het AI Filmmuseum. En daar is dus een tentoonstelling van Looney Tunes. En andere cartoonfiguren, animatiefiguren zijn daar te vinden. En dan zien we onder andere hier Popeye, Tom en Jerry, Coyote van Meep Meep de Roadrunner en Tweety en Sylvester zien we hier. Erg grappig. Dit is Henk Kuipers, mocht je nog nooit gezien hebben. De foto is van Gilles Bijsterveld. We kunnen wel even kijken wat hij te vertellen heeft erover. Het is een one-shot, wordt het. Het wordt vooral een avontuur. Franka krijgt een eenvoudig klusje aangeboden, maar dat blijkt het dus niet te zijn. In het begin van het verhaal wordt ze gevraagd om even langs te komen bij het filmmuseum Sky in Amsterdam. Want er is iets bijzonders opgenomen. Iemand heeft in 1935 een filmpje gemaakt hoe Amsterdam er in 1975 uit zou zien. Het is het bekende toekomstbeeld. Amsterdam staat vol met enorme 50 verdieping tellende gebouwen. Vliegende auto's zuizen voorbij. Enfin, helemaal in de metropolis sfeer. Kijk, als ik dat lees, denk ik, ik ben wel benieuwd hoe Kuipers dat gaat visualiseren. Want ik neem aan dat we daar wat van te zien krijgen. Nou, het ziet er dus ongeveer zo uit. Dat vind ik wel leuk, dat hij dan ook een beetje uit de filmgeschiedenis zijn inspiratie haalt. De mensen van het museum vragen aan Franka of zij de oorsprong van het vondst wil onderzoeken. En ze denkt, leuk, dat doe ik wel even. Vervolgens rijdt ze een rondje in Amsterdam-Noord. En prompt wordt er een moordaanslag op haar gepleegd. Het is helemaal geen eenvoudig klusje. Iemand neemt dit allemaal zeer serieus. Ook omdat er 50 miljoen aan goud mee gemoeid is. Franka komt met de schrik vrij. En is zeer gemotiveerd om uit te zoeken wat er aan de hand is. Dat is in het kort de opening van Gratis Goud. Nou, dat vind ik wel leuk. Ik heb wel zin om dat te gaan lezen. En tegelijkertijd zegt Henk dat hij eigenlijk wordt ook nog gevraagd of het werk erg veranderd is in coronatijd. Nou, eigenlijk niet voor een stripmaker. Hè? En hij had de meeste foto's al gemaakt. De referentiefoto's in Amsterdam. Dus ook wel lekker doorwerken eigenlijk in de afgelopen maanden. Nou, dat vond ik wel even leuk om aan jullie te laten zien. Gratis Goud, dus binnenkort in Eppo. Het nieuwe Franka verhaal. En dan ben ik natuurlijk zoals altijd benieuwd. Ben je fan van Franka? Heb je alle albums thuis staan? Of hoor je er nu voor het eerst over haar? Dat kan natuurlijk. Het is een van de bekendste Nederlandse stripheldinnen. En ze gaat al heel wat jaartjes mee. En Henk geeft zijn eigen boeken uit. Dat vind ik ook wel interessant om te melden. Hey, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Like, subscribe. Geef je moeder een knuffel. Whatever. En tot de volgende vlog.